Wat je ziet uit het rapport van die externe expert, dat jaarlijks minimaal bijna 60.000 euro exclusief btw nodig is voor het standaard onderhoud en inclusief btw. Ja, hij staat nu te lachen. We worden natuurlijk allemaal wat moe aan het eind van de dag, maar ik ga je toch gewoon het hele verhaal oplezen. Gaat het om 71.000 euro. Daarnaast wordt aan groot onderhoud in totaal over meerdere jaren een bedrag van 110.000 euro geramd. Uit ervaringen van het marinebedrijf blijkt dat jaarlijks niet alleen uitgaven aan standaard onderhoud worden gedaan, maar dat ook elk jaar correctief en aanvullend onderhoud nodig is. Die oude spulletjes kosten wat. Voorzitter. Ja. Ja, ik weet niet, ik ben wel eens in Friesland, dan zie je daar van die bootjes en ik heb die groene draak ook wel eens op beelden zien varen. Nou, volgens mij maar er zijn Nederlanders die zo'n bootje hebben. Ik kan me niet voorstellen dat die mensen een ton per jaar uitgeven om zo'n boot te onderhouden. Voorzitter, dan ook nog in het licht dat er in 2005 416.000 euro is uitgegeven voor een groot onderhoud. 416.000. Heel mooi. Daar kan je een hele vloot van varen. Ik bedoel, dat zijn de bedragen die we op de hele defensiebegroting zo ongeveer. Het komt in de buurt van die JSF nou. Voorzitter, ja, maar ik vind we moeten de begroting van het Koningshuis ook serieus behandelen. Nou is de Groene Draak volgens mij de afgelopen 10 jaar aanleiding geweest voor een hoop gedoe. Paleizen die te duur waren, elke keer overschrijdingen, bedragen waar we met z'n allen van zeiden, dit kan toch niet. En ik vind het leuk dat we de vorige majesteit op de 18e die boot hebben gegeven. Maar als we er nou tot in de eeuwigheid aan vastzitten voor dit soort bedragen, dan vind ik zo langzamerhand de cadeau waarvan ik denk, nou, ja. Geef het dan helemaal cadeau, hè? Maar dat, goed, ik geloof niet dat de gedachte is die aan de andere kant veel enthousiast wordt. Voorzitter, ik wil graag toch wat meer toelichting hoe het kan zijn dat je... Ja, ik wil graag nog meer. Want u heeft nog meer toelichting. Ja, nou, dan zeker. Luister ik. Nee, ik ben het tot de tanden bewapend. Even korte pauze, voorzitter. Nee, wat je... Voorzitter, is het denkbaar dat we deze kwestie schriftelijk afdoen? Graag. Heel goed. Dank voor het begrip. Korte pauze.